Mijn naam is Erik Dieres, ik ben de IT-manager van P&V Elektrotechniek. P&V is een technologiebedrijf en onze core business bestaat uit het engineeren en assembleren van elektrische panelen. Toen ik hier 3,5 jaar geleden begon, kreeg ik meteen een duidelijke opdracht van de directie, namelijk zorg ervoor dat we ICT kunnen gebruiken als hefboom voor de groei van de organisatie. Vermits P&V een technologiebedrijf is, is ICT enorm belangrijk. We hebben een nieuw project gestart, Pandora, Pandora's Box. De aanleiding was in feite de uitrol van ons nieuw ECC-SAP-project. We merkten al heel snel dat we niet opgewassen waren tegen de behoeftes van de organisatie en we moesten heel snel dingen kunnen uitrollen. Het is enerzijds een database server die op zijn beurt verschillende databanken kan aanmaken en verwijderen. Het is een self-tuning systeem, dus dat zal volledig autonoom werken en wordt getriggerd door verschillende inputs. Een input kan faal zijn, dat kan van alles nog wat zijn. En om snelheid te maken hebben we ook een eigen dynamisch programmeringsparadigma uitgevonden, waardoor we eigenlijk heel snel de verantwoordelijkheid en de config kunnen leggen bij key users en niet meer bij ICT. Zodanig dat we heel snel kunnen schakelen van het ene project naar het andere project. De salesafdeling heeft bijvoorbeeld data nodig uit ons SAP-systeem, maar ook data nodig die nog niet in ons SAP-systeem staat. En het kan ook zijn dat die er nooit in gaat komen. Maar toch hebben we die data nodig om een calculatie te kunnen maken, om een offerte te kunnen maken aan de klant. Om te spreken over het aantal van artikels, we spreken ongeveer voor onze 10 grootste leveranciers over een hoeveelheid van 600.000 records. En dat gaat niet alleen over standaard data, maar ook over klassificatiedata, technische data, logistieke data, noem maar op. De added value van ons Pandora-project voor P&V is voornamelijk het snel beschikbaar stellen van data. Het aanmaken van een artikel duurde eerst één dag en nu nog slechts een tiental minuten. Door die stresslevels kunnen de mensen zich makkelijker focussen op hun job en hoeven ze zich niet meer af te vragen van waar blijft mijn artikel. Mijn afdeling bestaat op dit moment uit een vijftal personen. En elk project binnen P&V wordt ook door deze personen behartigd, maar ook door personen uit de business zelf. En dit is voor mij heel erg belangrijk. Waarom? Omdat die mensen eigenlijk een beter zicht hebben op het interne proces dan de IT-afdeling. De IT heeft kijkt met een technische bril, terwijl de businessmensen kijken naar de behoeften. De volgende stap in ons project zal zijn dat we gaan trachten meerdere catalogussen op te laden in onze databank, maar ook nog eens te koppelen met big data. Dus te zeggen dat voor de engineer en voor de salesmensen heel makkelijk artikels kunnen opgezocht worden met alle mogelijke catalogussen die beschikbaar zijn, in plaats van te gaan zoeken in een papieren catalogus. Voor P&V is het een gigantisch proces en ik ben enorm fier op mijn team en voor mij is het een enorm eer om met deze mensen mogen samen te werken.